Mijn naam is Michael Krul, ik ben directeur van de Stichting Brede Buurtschool. En wij hebben alle scholen, maar niet alleen scholen, maar ook welzijnspartijen uit de stad en uit de Schilderswijk. Ook opvangpartijen uitgenodigd om met elkaar te praten over hoe moet de wijk er nou uitzien. Wat is er nou nodig in de wijk? Wat vinden we nou fijn om in een wijk te leven en wat heb je dan nodig? Basisschoolkinderen uit de Schilderswijk onthulden samen met wethouder van Engelshoven nieuwe wijkafspraken. 3, 2, 1, ja hoor! Jullie hebben een aantal regels met elkaar afgesproken. En dat zijn er 5. Wij houden de wijk netjes. Wij spreken elkaar aan. We hebben respect voor elkaar. We zijn zuinig op elkaars spullen. En we helpen elkaar. En het mooie van de regels zoals jullie ze hebben geformuleerd, ik zag ze staan op de Hinkelbaan iets anders, maar is dat ze beginnen met wij. Dus het is niet ik en vooral niet zij moeten het doen, nee wij moeten het doen. De afspraken om de wijk veiliger en leefbaarder te maken zijn door de kinderen opgesteld tijdens een debat in het stadhuis. En kun je vertellen hoe dat werkt als je iets moet zeggen met dat microfoontje in de raadzaal? Je geeft even aan dat je iets wilt gaan zeggen en dan klik je op een rood knopje naast het microfoon en dan als een lichtje groen is, dan kan je gaan praten. Welke afspraak zijn jullie het meest trots op? Ik vind wij helpen elkaar, daar ben ik heel trots op, want daar ben ik ook eigenlijk heel erg mee eens. En ik vind het al een goede regel. En waarom vind je dat een goede regel? Omdat mensen ook elkaar moeten helpen. Dat is ook nodig. Op alle basisscholen in de Schilderswijk komt binnenkort een Hinkelbaan en een bord waarop de wijkafspraken staan.